Hey, hallo, goedemorgen iedereen. Ik kom even online omdat ik merk dat ik de afgelopen dagen ervaren heb, niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn kinderen en bij klanten, dat er heel wat hoge energieën zijn die weer naar aarde komen, nog steeds na. Het portaal van 8 augustus, van 8-8. En wat ik ervaren heb, is dat het soms zo hevig, in die zin dat er soms zoveel energie binnenkomt, dat je lichaam niet in staat is om er nog extra zaken bij te nemen. En dat heb ik zelf gemerkt op momenten dat ik bijvoorbeeld wou gaan schrijven of gewoon zelfs een video wou maken en ik me eigenlijk niet kon concentreren. Of ik kon niet op mijn woorden komen als ik iets wou zeggen. Het leek alsof dat er constant een blackout was. Van blackout naar blackout naar blackout naar blackout. Nu, in het verleden heb ik daar iets meermaals ervaren. En dan weet ik dat dat is omdat er gewoon nieuwe downloads binnenkomen. Dat er weer een upgrade is van ons volledige systeem. En je hoort ook dat ik last heb ook van mijn keelchakra. En dat is ook een teken dat er weer zaken aan het upgraden zijn, dat er weer zaken aan het loslaten worden, dat er weer nieuwe informatie vrijkomt en dat ze ook weer mag gedeeld worden. En dus net daarom neem ik deze video op om te laten weten dat dit zo is. Je kan evengoed ook last hebben van diarree bijvoorbeeld. Of net het omgekeerde, dat je niet goed naar het toilet kan gaan. Wat ik ook gemerkt heb, is dat bijvoorbeeld als ik dan mijn ogen sluit en bijvoorbeeld zou gaan mediteren, dat ik heel snel weg ben. In energie, dus dat mijn energie heel snel mijn lichaam verlaat. Dus betekent extra gronding, extra stevige gronding, meermaals per dag. De affirmatie zeggen, dus eigenlijk de zin zeggen van ik transformeer mijn grondingswoorden naar optimaal, zodanig dat jij en jouw lichtteam dan eigenlijk je grondingswoorden zo kunnen aanpassen, zodanig dat ze aangepast zijn elke keer terug aan je nieuwe hogere verhoogde energie. Maar dat jouw verbinding met de bron er nog steeds is. Want als je goede informatie, dus een zuiver kanaal wil zijn, is het belangrijk dat je inderdaad de informatie ontvangt. En dat komt altijd binnen via je kroonchakra. Maar om het te kunnen omzetten in de 3D-wereld, om het te gronden, is die gronding met de aarde nodig. En als je reeds meermaals die transmissies beluisterd hebt, die ik hier ook op YouTube heb opgenomen of heb geplaatst, dan ga je ook merken dat ik spreek over 5 grondingscoden. Dus 2 grondingscoden, elk aan je voetchakra, dus aan elke voet 1. Een derde ter hoogte van je stuit, dus eigenlijk aan de onderkant van je poep of jouw ruggenmerg, of wat je het ook wil noemen. Een vierde is eigenlijk aan de pijnappelklier. De pijnappelklier is eigenlijk ter hoogte, als je zo een pijl of een lijn maken in je hoofd, dan eigenlijk ter hoogte van het kruis, dan daar is een pijnappelklier. En dat is ook de klier die ervoor zorgt dat informatie ontvangen wordt. Dat is ook de reden waarom dat tandpasta met fluoride niet gezond is, omdat dat ervoor zorgt dat die klier gaat verkalken. Dus ook daar iets om op te letten. Dat was de vierde. Dat zijn degenen die het langste actief zijn en eigenlijk altijd actief geweest zijn. Vorig jaar is die van de hartchakra erbij gekomen. En ik heb gemerkt wanneer je door hevige transformaties gaat, dan is het ook interessant om een extra grondingskoord, dus achteraan je hoofd, waar dat je het smalle stuk hebt, dus daar zit de medulla chakra. En ook daar mag je een grondingskoord activeren en volledig, excuseer, naar de kern van de aarde komen. Je gaat merken wanneer je gaat boeren of wanneer je gaat lucht loslaten, is dat eigenlijk dat het angsten zijn die loslaat. Dus als je boerenergie, ik weet niet hoe ik het anders moet gaan noemen, maar dat is een teken dat je angsten aan het loslaten bent. Dus dat is ook de reden waarom ze mij nu laten voelen, omdat ik het zou kunnen meedelen aan jullie.
Dat weet je dat dat ook mogelijk is. Ook hoofdpijn, migraine, zijn allemaal zaken die dat je nu ook heel hard kan ervaren. Niet alleen nu door de hogere energieën of door de energetische portalen die opengaan, maar eigenlijk doorheen je hele transformatie, doorheen het hele ascensieproces. Wat ik zelf als de lastigste en meest pijnlijke ascensieverschijnselen heb ervaren, is eigenlijk de hartopening. Omdat dat echt ter hoogte van je hart is. Een heel beklemmend gevoel. Heel drukkend gevoel. En het beste is om... als je natuurlijk zeker weet dat er niks anders fysiek aan de hand is. Hè, maar om naar de pijn toe te ademen. Dus dan... dan neem ik meestal de tijd om gewoon eventjes op mijn bed te gaan liggen. Omdat je als je plat ligt... dat je ook gemakkelijker met de aarde verbinding kan maken. Je kan eigenlijk zelfs ook gewoon buiten op de grond, op de gras gaan liggen, als je dat ziet zitten. Omdat je dan gebruik maakt van de aarde-energie om alles door je heen te laten stromen, ga je ook weer onmiddellijk verbinden met de energie van overvloed, die voedende energie van de aarde. Maar als je dan niet ziet zitten, ga dan op je zetel of... je kan ook binnen in je huis gewoon op de vloer gaan liggen. Zeker als het is om te gronden, is dat ideaal. En als het gaat, dan eigenlijk op je buik leggen met je voorhoofd plat op de grond. Dat is de snelste manier om weer te aarden als je het even allemaal kwijt bent. Wat was ik aan het zeggen? Dus als je dan die pijn ervaart, dan adem je naar die pijn en vraag je eigenlijk aan je lichaam wat er gebeurt. Ga je in gesprek met je lichaam. Ga je luisteren wat de boodschappen doorkrijgen. En vraag je van, wat heb je nu op dit moment het meeste nodig? En dan kan je ook natuurlijk gebruik maken van de universele vlammen. De universele vlammen zijn eigenlijk gewoon bundels energie. Het beste, of het makkelijkste om uit te leggen, is als je een regenboog ziet, dan zie je eigenlijk de verschillende stralen in die regenboog verschijnen. En dus van elke kleur is er een straal, een vlam beschikbaar. Nu, kijk zeker ook eens naar de serie rond de universele vlam, omdat ik daar nog dieper op inga. Maar dus, dan kan je, zeker als het gaat rond pijn, dan kan je bijvoorbeeld met de geel-groene vlam gaan werken. Ik heb die vaak gebruikt wanneer ik fysieke pijn en fysieke ongemakken had. En dan roep ik die geel-groene vlam aan en laat ik die eigenlijk doorheen mijn volledige lichaam stromen. Je kan het ook specifiek sturen naar de plaats die pijn doet, maar je kan het ook volledig naar je lichaam, volledige lichaam sturen. Waarom? Omdat je niet altijd weet wat dat de werkelijke oorzaak is van de pijn. Het punt waarop dat we komen dat we eigenlijk fysieke pijn hebben, is vaak omdat er nog zaken eigenlijk voorafgaand al aan het transformeren, aan het verschuiven geweest zijn. Op emotioneel of mentaal vlak of energetisch vlak. Dus door daar heel ruim denken mee om te gaan en eigenlijk je volledige systeem en je volledige energie te gaan omarmen, zorg je ervoor dat dan echt ook de oorzaak wordt getransformeerd en niet alleen de pijn. Dus ook daar kan je gebruik maken van die geel-groen of groen-gele vlam. Maakt niet uit hoe je het zegt. Het is belangrijk dat het goed voelt voor jou. Andere vlammen die je heel makkelijk kan gebruiken, is de violette vlam om blokkades te transmuteren, om negatieve energieën of energieën van voorbijgaande patronen, emoties, gedachten, die niet meer voor je hoogste goed zijn, kan je ook aanroepen en gebruiken. En bekijk zeker de transmissie met de zwarte diamantenvlam, die hier reeds op mijn kanaal aanwezig is. Omdat de diamantenenergie is eigenlijk de energie van de bron. En dan daaronder is de dichtstbijzijnde of de hoogst trillende energie, de gouden energie. Gouden en zilveren vormen samen die diamantenenergie. Dus dat is ook de mannelijke en de vrouwelijke energie samen die terug weer in eenheid komen in die diamantenenergie. Maar waarom heb ik in die transmissie de diamanten en de zwarte vlam gebruikt? Omdat eigenlijk de zwarte vlam de dualiteit is. Dus het tegenovergestelde is van de diamantenvlam. Waar dat je de leegte hebt, waar dat je die void hebt, waar dat je het oneindigheid hebt ook, maar op een andere manier. Dus vanuit een andere eigenschap, vanuit een andere invalshoek. Dus wanneer je beide dualiteiten, ook weer beide eigenschappen van een bron gaat gaan gebruiken,
dan breng je ook nog meer eenheid aan in jouw energieveld. Waar dat de diamanten, die ruwe, harde diamantenenergie, echt door van alles kan heen breken, zorgt ervoor dat eigenlijk de zwarte energie het dan eigenlijk allemaal absorbeert. Zodat het echt volledig uit je systeem is. Maar dus in de transmissie zelf geef ik daar nog wat meer uitleg over. En dan kan je dat daar allemaal gaan bekijken, beluisteren. En dan wil ik de transmissie gaan doen. Ik ga zorgen dat de linkjes in de video verschijnen. En ik wens je alvast een hele fantastische dag. Geniet van je weekend. En ik hoop om ook weer vandaag, morgen en of zondag een video te kunnen plaatsen. Wanneer ik er toegeleid word natuurlijk. Zo, dat was het vandaag. En ik zie je in de volgende. Dag.